Welke trends en ontwikkelingen beïnvloeden de supply chain van de huidige retailers? Als je kijkt binnen de supply chain momenteel, dan zie je eigenlijk dat klanten in de driver seat zitten. Dat zijn degenen die bepalen hoe je als een retailer moet inrichten, hoe je supply chain moet inrichten. Je ziet met name die klanten die worden veel eisender. Voorheen was het al genoeg als je een hele mooie website had en een aflevering deed. Tegenwoordig kijken klanten ook naar mogelijkheden van hoe worden zaken afgeleverd, hoe kan ik zaken retourneren. En al die zaken die hebben invloed op jouw supply chain. Dat betekent dat je je voorraden op orde moet houden. Je moet omnichannel zijn, je moet kunnen afleveren in winkels, je moet kunnen afleveren bij consumenten. En ook nog op de manier waarop een klant het wil. Dus al die zaken die gaan die supply chain beïnvloeden. En daarnaast ook nog een stukje je kostenstructuur in de gaten houden. Dus uiteindelijk wordt het een afweging tussen wat wil de klant, hoeveel kosten ga ik daarvoor maken en hoe beïnvloedt het mijn winstgevendheid. En wat is dan de perfecte supply chain daarin? Nou, wat je nu ziet binnen supply chain, dat heel veel retailers proberen vanuit een single channel strategie naar een multi-channel te gaan. Ik geef een voorbeeld: als je een gewende kleding te verkopen in winkels en je gaat naar het web, kan het misschien best zo zijn dat de klant een artikel wil bestellen wat je niet in voorraad in je magazijn hebt, wat uit de winkel moet komen. Het is nu al heel moeilijk voor retailers om dat overzicht te hebben van waar ligt welke voorraad en hoe kan ik met die voorraad schuiven tussen de verschillende kanalen. De perfecte supply chain heeft dat op orde, maar je ziet heel veel retailers met die vraag nog worstelen. En wat zijn daarin bottlenecks bijvoorbeeld? De bottlenecks zijn eigenlijk drie zaken: systemen, processen en mensen. Systeemtechnisch moet de basis op orde zijn, een goed voorraadmanagement systeem, een goede vervoerdersoftware en een goede website. Aan de proceskant moet je het zo gaan inrichten dat je ook echt multichannel gaat denken. Denkt in kanalen en niet alleen in operatie. En de processen, er is heel veel ervaring in de markt. Dus ik raad met name de retailers aan die in de transitie om heel goed te kijken wat de succesvolle bedrijven op dat gebied doen. Ja, en wat zijn dan die koplopers die op dat gebied goed zijn? Leuke vraag. Ik was vorige week in Engeland. Ik denk dat Engeland voorloopt op de e-commerce. Hè. Die markt zie je heel hard groeien. En iedereen kijkt eigenlijk wat er gebeurt in Engeland. Wat in Engeland gebeurt, komt naar Europa en gaat naar Amerika. En ik was vorige week bij John Lewis in een van hun distributiecentrum. Vlakbij Londen. Wat je daar ziet is een retailer die zich jaren geleden nog afvraagt, moeten we online? En inmiddels meer dan 50% van zijn business online doet. En dat heeft over de grootste retailer in Engeland. En wat zij heel goed hebben gedaan, is het opzetten van een warehouse wat schaalbaar is met de juiste systemen. Toen ik in het warehouse rondliep, zag ik bijvoorbeeld dat ongeveer een kwart van het warehouse niet werd gebruikt. En dat was voor piekmomenten. Een Black Friday, een Kerstmis. Op het moment dat je zo denkt en zo bezig bent met je kanalen en met je retail, gedimensioneerd bij de piekmomenten, volledig multichannel, systemen, je robotisering in je warehouses, ja, dan kan je ook die echte multichannel, omnichannel gaan waarmaken. Oké, ik denk dat we hierbij moeten laten, want het evenement gaat beginnen. Ik wens je daar heel veel plezier mee vandaag. Oké, dankjewel.